We zijn de Outdoor Gelderland 2018. Ben je zenuwachtig? We hebben echt nooit zenuwachtig voor een show. Zelfs niet voor horse events, maar... Dit is wel lekker. Ik begin nu gewoon een beetje te kriegen. Oh. Binnen toe mooi aan de piste wennen. Ja, binnen toe, die ziet het wel zitten. Temperamentvol. Goed zo. Naast Megan. Goed zo, jongens. Goed zo. En de kleine boots die blijft wat rustiger op. Alles gebaseerd op vertrouwen. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben vandaag op Outdoor Gelderland en ik ben hier namens Go Social Talents. En ik mag hier vanavond om 6:15 een show geven in de hoofdpiste. Super spannend. Samen met de paardjes. En ik heb meegenomen de grootste van het stel. Dus even kijken waar die staat. Bootsy en Wim. Boots en Winnetou staan lekker in de stal. Ik heb Winnetou even lekker hooi gegeven, want ja, ze staan hier op gras en we hadden wel voor de zekerheid een baaltje stro gekocht. Maar ja, het gras vinden ze toch lekkerder. En Winnetou heeft zijn Recuptex deken om van Bukas, omdat Winnetou op de trainer nog wel eens gestrest is. En binnenkort komt hier meer informatie over, maar kort samengevat. Hier zit een magnetisch veld in wat de paarden dus een stuk rustiger maakt. En tot nu toe heb ik wel idee dat het effect heeft. En staan gewoon lekker rustig te eten. Maar wij gaan zo even over Outdoor Gelderland zelf heen lopen en naar de stand van EAS Communications. Kijk hoe mega lang en groot deze stallen zijn. En daar helemaal achterin staan die van mij. En hier hebben ze nog ongeveer 4 à 5 hallen van. En de stallen zijn, zie je, zijn heel erg ruim. Dus de paardjes hebben niks te klagen. We zijn de Outdoor Gelderland 2018. Nou, we staan nu bij het springen. En het is nu de barrage en Destiny moet dadelijk springen met Mojito. Dus wij staan hier al te wachten om haar aan te moedigen. En ja, ze moeten barrage rijden, super spannend. En er is nu een andere jongen aan het rijden, Donnie van de Veen, met zijn pony. Dus wij gaan Destiny dadelijk aanmoedigen. 4 combinaties te gaan. Voor de ponyclub voorwaarts Destiny Leverman met Mojito. Succes, Destiny! En dat zijn 4 strafpunten in de barrage. Fout was op in is nummer 5. Een fantastische tijd. 38,17. En omdat we nog maar 1 foutloos hebben, levert dit een 2e plaats op in het tussenklassement voor Destiny Leverman en Mojito. Suzebos.
Dit is de stand van Go Social Talents van ERS Communications. En hier hangt het hele programma. Echt heel leuk gedaan. En dan is dit zo de stand. Heel mooi. En hier hebben we dan de Go Social Studio. Hier vloggen we dan meestal. Dan hebben we hier voor vragen. En dan dit hele mooie doek met alle YouTubers erop. Ben, kijk eens. Hey. Vind je het leuk in zo'n box? Oh, ik ga kijken of dat raampje voor je open kan doen. Heb je wat zuurstof, hè, vriend? Ja. Oh, je wat ruiten. Ik heb daar net even het luikje voor ze open gedaan. Kunnen ze net maar weer wat meer zuurstof krijgen. Win, wat is er nou? Zit je gevangen? Gaan jullie nou bekvechten? Nou, lief hoor, Win. Doe maar knuffelen. Ja, goed zo. Doe maar knuffelen. Oh, Boots. Ben je er niet van gediend, Boots? Ga maar lekker eten, Win. En lekker naar Mary's kijken vanuit je raampje. Hey, Boots. Oh, Boots' oogjes is echt rood en ontstoken. Zo zielig. Tot zo, jongens. Lekker meegaan. We zijn lekker frietjes aan het eten, want we hebben zo meet en greet. En ik weet niet hoe lang dat gaat duren. Maar daarom moet ik nog wel even een goed gevulde maag hebben. Ik ook. Ja, nou, ik heb net dus dit gekregen, echt wel schattig. Ik krijg gewoon met wat tekstje erop. Oh. Oké, gaaf en zo hoor. Mag ik het zien? Ik heb een armbandje gekregen. Oh. Paardensnoepjes. Paardensnoepjes, dat zou je heel lekker vinden. Ja. Ik ga mij opvoeden. Oké. Okay. Vind ik wel leuk. Heb je die zelf gemaakt? Ja. Oh. Zo, ik ben even bij Winnie toe en Boots en ik heb ze lekker uit de stal gehaald. En ze zijn hier nu even lekker te eten. En daar zijn ze vetcheck bij alle paarden aan doen. En Boetje staat ook even lekker te eten. Zo, ik ben nu bij de paarden. En ik ga ze even helemaal klaarmaken. Ik ben natuurlijk op mijn aandacht. Ja, schat, je mag er zo uit. Oh nee, dit is echt wel zielig. Oh, Win. Oh, Lini toch. Nou, we hebben over 10 minuutjes de show. Ik ben best wel een beetje zenuwachtig. Maar hopelijk gaan de paardjes goed meedoen. En laten we het beste zien, hè, jongens. Kom maar. Zenuwachtig. Ben je zenuwachtig? We hebben echt nooit zenuwachtig voor een show. Zelfs niet voor horse fans, maar... Dit is wel lekker. Ik begin nu gewoon een beetje te kriegen. Oh. Megan laat eerst wat onderdelen zien en dan legt ze ook al wat uit over de vrijheidsdressuur. Want reken maar van Yes dat daar echt uren en uren van training aan vooraf gaan. Maar het is altijd prachtig om te zien en ik denk dat Winnetou en Boots tegen applaus kunnen. Dus als jullie mooie dingen zien straks, dan gewoon even die handen lekker op elkaar leggen. Wat? Ik kijk even naar jou, is de piste breed. Ik kom alweer wat blokken aan. En dan kan Winnetou mooi aan de piste wennen. Ja, Winnetou die ziet het wel zitten. Temperamentvol. Goed zo. Naast Megan. Goed zo, jongens. Goed zo. En de kleine Boots die blijft wat rustiger op. Alles gebaseerd op vertrouwen, mensen. Tussen paard en mens. Alles gebaseerd op vertrouwen. Het wordt heel mooi. Even de warming-up. Als de springruikers dat doen en de dressuurruikers, zo doet Megan dat ook hier in de piste. Dan gaan we zo dadelijk met het optreden beginnen.
En Winnetou, de halflingen, die vinden het gewoon het allerleukst om lekker door de bak te rennen. Ik train ze thuis ook altijd los. Maar ik denk als je dat hier doet, dat hij een bak verderop staat. Dus ik heb ze gewoon aan het touwtje. Maar ja, het is gewoon plezier hebben met je paard. Fun hebben samen, maar ook vooral heel veel geduld. Want ik heb hier nog ongeveer een kleine 8 jaar aan training in zitten. Ja, ik kan eigenlijk alles, de vrijheidsinstructie, normaal voornamelijk in het circus bij ponies. Maar je ziet het ook zeker in de Spaanse rijschool, zoals de Spaanse pas. Wachten. Goed. Pas. Ja. Pas. Goed. Ja. Goed zo. Goed zo. Heel goed. Ja, mooi. Goed. Circus, trucs om het zo te zeggen. Maar zoals ik al zei, het buigen. De spagaat, spagaat. Zie je ziet ook dat hij echt mijn stemcommando kent. Kom op. Meer. Oh. Ja. Oh. Iets meer. Kom op. Kom. Meer. Oh. Goed zo. Heel goed. Nou, dit is allemaal effect op de spieren. Super goed voor je paard. Maar zorg er wel voor dat je de stapjes opbouwt, want anders is het niet zo goed. Probeer ook altijd binnen 3 seconden te belonen. Want heel vaak krijg je de vraag van mensen zeggen van ja, mijn pony is zo aan het happen. Maar ook om dus omdat je de hele tijd boekjes en kopjes gaat geven. Heel goed. En dit doe je de cijferen daarnaast ook altijd heel erg leuk. Wachten. Met. Wachten. Daar mag niet van mij zo maar de lucht in. Let op. Sta op. Goed zo, jongen. Heel goed. En vaak ook hoe enthousiaster ik ben, hoe enthousiaster hij wordt. Dan kan je ook gewoon leuke kleine oefeningen aanleren. Nee. Zo ben je toch een keer op een andere manier met je paard bezig. Dan misschien alleen het rijden. Het is een hele leuke afwisseling voor jou en je paard. Je krijgt er wellicht een betere band van. En het is gewoon een keer iets leuks, iets anders. Misschien vind jij je paard het wel echt super leuk. Nou, dan leer je misschien wat meer oefeningen. En de boots is van de handlinger Winnetou. Theorie zit voor ze dan, ouder Vlaanderen, klopt even bloemetje aanbieden. Volgt u haar op YouTube, Lavitana, Megan Park-Doelsburg. Bloemen voor Megan. Dankjewel. Dankjewel. Super dat jullie waren. Mooi aanloop naar de dressuur die ze vandaag om 6:45 van de start gaat. Mensen. Zo, een applausje geven voor Megan Bakker. Goed zo, Win. Ik zie mezelf. Dat gaan we niet doen. Die zijn van mij. Ik leef in Duitsland. Bij ons kunt u in de ruimte. Oh jongens, ik heb net een show gehad. En jullie hebben waarschijnlijk de beelden al wel gezien. En ik ben zo trots. Winnetou, die deed het echt gewoon. Hij deed het perfect voor mij. Hij deed het gewoon zo goed. Butchie, die deed het echt super. Ik ben echt, echt super blij en ik ben heel trots. En ik zit hier nu eventjes een beetje bij te komen met Rink. En de paarden staan lekker in de stal en oh, ik ben de blijste persoon op aarde. Ik ben echt heel trots op ze. Zo, Fenna is er nu ook. Zullen we zingen met klappen? Op de mat, op de mat. Simone Bloem.